Goedenavond iedereen en welkom bij de vierde online activiteit van het Liberaal Vlaams Verbond. Voor wie het LVV nog niet zou kennen, wij zijn de koepelvereniging van de liberale beweging, opgericht in 1913. Ondertussen is het LVV uitgegroeid tot een netwerk tussen gelijkgezinde individuen en organisaties. Wij organiseren lezingen, debatten, exclusieve events en als representatieve stem in het maatschappelijke debat streven wij een liberaler beleid na. Waar nodig, verdedigen we ook de liberale principes. We zijn volop bezig met onze ledenwerving. Meer info kan u via een bericht aan onze Facebookpagina bekomen of via info@hetlvv.be. Wij hopen alvast op jullie massale steun en dat we in de loop van dit jaar elkaar in levende lijven kunnen ontmoeten. Zolang de pandemie ervoor zorgt dat fysieke activiteiten onmogelijk zijn, bieden we met onze online events een alternatief aan voor onze samenkomsten. In december 2020 blikten we reeds vooruit naar de wereld na corona in ons gesmaakt relance-debat. Eind januari 2021 begonnen we ons werkingsjaar met een Amerika-debat in het kader van de verkiezing van president Biden. In maart organiseerden we dan weer een innovatiedebat met vier absolute experten ter zake. Alle activiteiten kunnen herbekeken worden via onze Facebookpagina, als ook op ons YouTube-kanaal. Vandaag gooien we het echter over een ander boek. We hebben het genoegen om een gesprek aan te gaan met Rick van Kouwelaert over zijn recente boek De Laatste Gouverneur. Ikzelf ben Laurens van Hoven, politiek secretaris van het LVV, en mijn collega Pieter Koenen zal de spreker en het boek verder inleiden. Alleszins van harte bedankt voor uw aanwezigheid. We vertrouwen erop dat het een interessante avond wordt. Bedankt. Bedankt, Laurens. Ook langs mijn weg aan iedereen een goede avond gewenst. En inderdaad, zoals Laurens zei, vanavond een interview met Rick van Kouwelaert, bekend journalist. Werkt tegenwoordig voor De Tijd. Vroeger werkte hij ook voor onder andere Knak. In een nog verder verleden was hij sportjournalist en eveneens persfotograaf. En wij hebben het vanavond over zijn meest recente boek, De Laatste Gouverneur, over Alfons, of beter gekend als Fons Verklaassen, gewezen gouverneur van de Nationale Bank van België en ook gewezen kabinetchef en vice-kabinetchef van Wilfried Martens. En natuurlijk een belangrijke figuur in de laatste 20 jaar van de 20e eeuw met belangrijke invloed op de Belgische economie en de Belgische politiek. En ook bij het tot stand komen van de euro een belangrijke figuur. En daarom, er is ook een link met het LVV. Zij die Volksbelang, dus het LVV-magazine, het maandmagazine, vandaag hebben ontvangen, hebben we kunnen zien dat er een bespreking van dat boek instond, een recensie, geschreven door Mark Biensman. Mark Biensman is een gewezen medewerker van Willy de Klerk, die minister van Financiën was in de regering Martens V, ook een belangrijke rol speelde bij de deformatie. En Mark Biensman was ook een van de bronnen van Rick van Kouwelaert voor dit ik denk dat dit al als inleiding volstaat. Dus ik ga direct beginnen met een eerste vraag voor meneer van Kouwelaert. Een korte, misschien een anekdote of een introductie. Wanneer hebt u eigenlijk de naam Fons Verklaassen voor het eerst gehoord? Journalist, of wanneer bent u voor het eerst in aanraking gekomen met die persoon? Wel, ik was wedstrijdjournalist in de jaren dat de wissel Mark Eiskes als premier dan en Wilfried Martens tot stand komt. En een beetje later vernemen wij allemaal met z'n allen dat daar een nieuwe man op het kabinet zit, die tot dan helemaal buiten beeld was gebleven. Dat was dus Fons Verklaassen. En maar verder ook, ik moet eigenlijk zeggen, journalistiek. Het zou een leugen zijn om te zeggen dat wij hem meteen in de gaten hadden. Hè. Dat is pas veel later gekomen. En dat wil zeggen. Op het moment bijna dat hij bijna vertrekt terug naar de Nationale Bank, begint men in te zien welke rol die, en begint men ook ten gronde te horen welke rol hij gespeeld heeft op de achtergrond. Hij wordt dan natuurlijk kabinetchef, wat trouwens niet evident is geweest, hè, dat kabinetchef worden, dat heeft chef Oudhuis, hè, die de man was die nauw samenwerkte met Fons Verklaassen, hoofd van de voorzitter van het ACV, de Christelijke Arbeiders, de vakbond, die Wilfried Martens bijna, ik zal niet zeggen verplicht, maar die toch zegt, deze man, eens dat Van Ieperzeel vertrokken is, die was de eerste kabinetchef toen, en die is dan vertrokken naar het kabinet van de koning, is het Oudhuis die zegt, het moet verplaatsen worden, kabinetchef.
Ik zal later uitleggen waarom dat er precies allemaal geweest is. Dat is natuurlijk een kwestie van vertrouwen voor de uitvoering van de maatregelen die besproken waren. Dus men wilde daar vanuit het ACV, men had de engagementen aangegaan en men wilde verplaatsen daar hebben. En op dat moment begint dan toch de pers te voelen van dit is geen gewone relatie tussen die mannen. Nou, interessant, en dat is inderdaad, dat zegt direct al iets over de persoonlijkheid denk ik, van Fons Verplaatsen, een man die lang meer in de schaduw stond. En het is ook interessant te horen dat jullie als journalisten hem pas iets later hebben leren kennen. En ik zou dan even durven zeggen dat zelfs sommige journalisten sneller kende. Want ja. Johan van Overtveld, in die tijd journalist, die is door hem, denk ik, in 1979 al gecontacteerd. Ja. Waarschijnlijk ook om wat steun te vinden voor de devaluatie. Dat is een anekdote. En blijkbaar zijn er een paar lunches of avondmalen geweest in een Joegoslavisch restaurant. Ja, de buurt van het Montgomeryplein. Dat was... Le Danube Bleu, hè, dat was het restaurant achter Knak en achter Trends. Dat was een Joegoslavisch restaurant waar vooral voetballers van Anderlecht kwamen, die daar toen bij Anderlecht speelden. En inderdaad, Johan heeft met hem contact gehad, maar hij was toen, die Fons Verplaatsen, dat was iemand van de studiedienst van de Nationale Bank. Dat was geen stem in het politieke debat, ook niet in het economische debat. Maar die was toen al bezig, eind van de jaren 70, was die al bezig met de mogelijkheid van een devaluatie. Want wij denken altijd dat de devaluatie iets is dat ineens naar boven is gekomen. Dat was iets dat al veel langer aan het sudderen was. En inderdaad, Johan had toen in Trends een aantal dingen geschreven. Ik denk in samenwerking met chef Fuchelen. Ook liberaal, chef Fuchelen, die toen ook les gaf, als ik me niet vergis, aan de VUB. Aan de VUB, ja. Ja, en daar waren dus al ideeën aan het sudderen. En ja, wat ziet Fons? Oh, hier kan ik medestanders vinden. Ja. En daarvoor zijn er dus... En zo was hij wel. Hè. Hij legde meteen contact. En als hij aanvoelde van... die is, let maar zeggen, bruikbaar voor wat ik wil uitvoeren. Ja, dan ging hij die ook contacteren. Ja. Dat is inderdaad boeiend ook om te zien. Want als we dan toegeven gaan kijken naar het leven van Fons Verplaatsen, dan zien we dat die man geboren is in 1930... Hij is pas voor het eerst bekend geworden, zelfs door Johan van Overtveld, spreken van 1979, door de meeste journalisten in de loop van de jaren 80. Was de man, dat is toch al iets ouder als we dat mogen zeggen, dan 50. Hij had dan natuurlijk een heel leven, een hele carrière opzitten. En kort samengevat, uit wat voor soort milieu kwam hij, wat voor iemand was dat? En waar is hij opgegroeid en wat heeft hij gewerkt? Hij komt uit Zulten. Ja. Een gemeente. Een hele rare gemeente, als je die geschiedenis bekijkt, is eigenlijk een hele rijke gemeente, Zulten. Ten tijde van de 19e eeuw, toen men sprak over arm Vlaanderen, wel, Zulten was niet arm. Je had daar tal van kleine en grote ondernemingen, brouwerijen, vlasroterijen, noem maar op. De familie De Klerk, die wij nu kennen, die is eigenlijk vandaar afkomstig. En de vader van de grootvader al van Fons Verplaatsen, die had een veevoederbedrijf. En dat was zeer succesrijk, want die voerden met camions toen al uit over heel West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. En dat was een hele winstgevende zaak trouwens. Die grootvader heeft zich heel snel na de Eerste Wereldoorlog teruggetrokken om te rentenieren. En de zaak overgelaten dus aan de vader van Fons Verplaatsen. En eigenlijk lag het in de lijn der verwachtingen dat Fons als oudste zoon ook die zaak ging overnemen. Heel zijn studie, aanvankelijk zeker in het middelbaar onderwijs, is daarop gericht, handelsstudies, want hij zal later voor de middenjury examens afleggen om te kunnen naar de universiteit te gaan. Want hij maakt dus op zekere moment die keuze, hij gaat niet in dat bedrijf stappen, hij wil elders zijn weg maken en studeert dan in Leuven, onder meer bij Gaston Heiskes en zo. Hij had daar ook een oom zitten, die een prelaat, die ook les gaf. En dus op die manier, stilaan, neemt hij ook afstand van die gemeente. Hij is daar eigenlijk niet vaak meer aanwezig. Hij is nog wel een beetje lid van de lokale KSA, speelt daar ook toneel en zo. Maar zeggen dat die band, dat er daar een intieme band is gebleven met Zulten, dat zou overdreven zijn. Maar hij komt dus uit, en dat is wel belangrijk voor het vervolg van zijn carrière, want wat gebeurt er? Dus het is zijn broer die de zaak finaal overneemt. En wat gebeurt er dan, zoals in die zakelijke overeenkomsten? Die broer betaalt de andere erfgenamen uit. Wel,
op het moment dat fonds verplaatsen in de Nationale Bank komt, is hij steenrijk. Dus een rijk man. Bouwt trouwens een villa in Beersel en met een zwembad erbij, als hij getrouwd is met Odette van Ee. Dat is een dochter van een arts, een West-Vlaamse arts, die door de Eerste Wereldoorlog naar Merchtem in Brabant is gekomen. Ze hebben ook kinderen. En dat is een welgesteld man. En dat maakt dat later, wanneer het hem moeilijk gaat bij de Nationale Bank, dat die kan, hoe zou ik zeggen, zich veroorloven van geduld uit te oefenen. Ja. Financieel zit die man op rozen. En dat is toch wel belangrijk, dat is psychologisch is dat zeer belangrijk. Ja, want op zekere hoogte probeert men hem zelfs weg te promoveren met een hoger salaris, maar dat interesseert hem niet. Hij heeft dat ook niet nodig, bij manier van spreken. Ja. Dus, dat is alleen ja, zeg dat maar. Wel, dus dan komt hij terecht via een andere oom van hem, aangemoedigd door een andere oom van hem, Pierre Berger, die trouwens al relaties had met de Nationale Bank, onder meer tijdens de oorlog ook, geheel op wettelijke manier, ook heel belangrijke functies had uitgevoerd, en nadien aan boord was gebleven. Die pusht hem eigenlijk richting Nationale Bank. En zo stapt hij daar binnen, begin van de jaren 50, op een moment dat België nog eigenlijk bezig is met de afwikkeling, de naoorlogse gutaffaire, die grotendeels door de Nationale Bank ook is gemanaged geweest. En inderdaad, dus hij is denk ik in 1953 na zijn studies economie of handelswetenschappen aan de KU en legerdienst. En legerdienst bij de MBB begonnen. Ja. En als ik het goed hoor, was dat niet direct bij de dienststudie, maar heeft hij eerst kortstondig gewerkt bij de dienst buitencontrole. Ja, buitencontrole. Ja. Je begon helemaal onderaan. Jacques de Grote, die met hem samengewerkt heeft, ook een West-Vlaming trouwens, die heeft me dat uitgelegd. Ja, je begon toen letterlijk onderaan. Ja, je moest bij manier van spreken weten, je moest een wisselbrief in de handen gehad hebben. Hè, want anders, je moest alle echelons doorlopen. En zo is hij begonnen. Maar dat is dan toch vrij snel gepusht geweest door een aantal mensen die hem gesteund hebben. En belangrijk is geweest Frans de Vogel, een hele belangrijke figuur in de Nationale Bank en in de geschiedenis van de Nationale Bank, die hem ook gepusht heeft. En dan is hij inderdaad na die kortstondige start op de dienst buitencontrole, denk ik, bij de studiedienst terechtgekomen. En daar mogen we wel zeggen dat hij zijn kwaliteiten als econoom heeft kunnen ontplooien. Iets anders wat natuurlijk belangrijk was, dat was na verloop van tijd denk ik, als ik mij niet vergis, was ook natuurlijk dat hij op een gegeven moment ook in conflict is gekomen, al bij snel met zijn chef, Roland Beauvoir, die nadien ook nog wel een rol heeft gespeeld, maar dat was toch ook een belangrijk element in zijn carrière, waar dat zijn financiële onafhankelijkheid ook wel een rol speelde, want die wou hij op een gegeven moment wegpromoveren. Die wou hem helemaal weg. Ja. Let op, het gekke is, als je dat goed bekijkt, ik heb Roland Beauvoir zelf niet kunnen ontmoeten, want hij is overleden en hij was op het eind van zijn leven ook een beetje vergeetachtig geworden. Maar wat ik ervan gehoord heb en wat van mensen die met hem hebben samengewerkt, eigenlijk waren hij en Fons Verplaatsen twee dezelfde karakters. Eigenlijk, maar ook incompatibel. Dat moest fout lopen tussen die twee. Geen van beiden gaf graag toe dat hij ongelijk had. En Roland Beauvoir natuurlijk stond hoger, stond in de hiërarchie, was een man ook die zeker een rol heeft gespeeld, zeker in de hervorming van die studiedienst een zekere moment, ook al heeft hij daar te lang op gezeten, maar goed. En daar zit dan zo'n jonge blaag die zich eigenlijk nogal, hoe zal ik het zeggen, onafhankelijk opstelt. Die hem tegenspreekt in sommige vaststellingen, studies. Ik vertel er een aantal in het boek. En het gekke is, op zeker ogenblik is er toch wel een serieuze. Het gaat over de geldcirculatie. En Fons Verplaatsen gaat daar in de contramine met Beauvoir. En krijgt gelijk van Frans de Vogel. Ja, dat was natuurlijk de ultieme vernedering voor Beauvoir. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer goed gekomen tussen die twee. Maar later is er een incident geweest omdat Fons Verplaatsen op vraag van de baas van de Boerenbond dat hij een studie gemaakt over de groene economie. Normaal moest zo'n lid van de studiedienst dat eerst gaan voorleggen aan het hoofd van de studiedienst. En die moest dat dan overhandigen aan de regent, hè, want dat was de voorzitter van de Boerenbond was een regent.
En ja, hij had dat niet gedaan, hij had dat gewoon rechtstreeks afgehandeld. En dat zijn van die kleine dingen die maken dat die twee eigenlijk ja, niet meer door één deur komen. En dan natuurlijk ja, de devaluatie, waar ze lijnrecht tegenover elkaar stonden. Beauvoir is een van die mensen die naar de regering, samen met de Cécile de Strijker, naar de regering Marquijs gestapt. Nadat ze de Nationale Bank eerst dat vernietigende rapport heeft gemaakt over de stand van de Belgische economie. En daar eigenlijk een aantal maatregelen die, zoals Marquijs zei, als we die uitvoeren, dan moeten we tank zetten op alle hoeken van de straat. Met echt het terugdringen van de lonen, het terugdringen van de uitkeringen, zelfs het buitenzetten van werkloze buitenlanders, dat soort maatregelen stond daarin. Maar willen vooral niet devalueren. En Fons Verplaatsen is de man natuurlijk die dat finaal dan als adjunct-kabinetchef bij Wilfried Martens, ja, zal maar zeggen, de architect is geweest van die devaluatie. En dat was voor iemand als Roland Beauvoir, maar ook voor de anderen in de Nationale Bank, voor een groot deel, was dat niet min of niet meer dan verraad. Dat op de manier waarop hij dus is ingegaan tegen de Nationale Bank. En het is, dan is het helemaal ten einde tussen die twee. Misschien moeten we die overgang maken naar het kabinet Martens. Dat startte in 81, als ik mij niet vergis. Ja. Hoe is die overgang gebeurd? Wel, eigenlijk moeten we even nog terug in de tijd, want wat heel belangrijk is, dat op zeker ogenblik Fons Verplaatsen zich verkiesbaar stelt voor de sociale verkiezingen bij de Nationale Bank. En hoewel hij laatste stond op de lijst, is Alderij de meeste stemmen, wordt verkozen. Ook dat wordt hem door Roland Beauvoir bijvoorbeeld zeer kwalijk genomen, want iemand van de studiedienst stelt zich niet ook al was Beauvoir een socialist die zelf les ging geven bij het ABVV, bij de FGTB, maar iemand van de studiedienst stelde zich niet als syndicaal delegé op. Dat was not done. Maar goed, hij heeft dat toch gedaan. En dat is het contact eigenlijk van de Verplaatsen met Chef Outhuis. Want Chef Outhuis wilde die man die voor hem daar verkozen was bij de Nationale Bank nog wel eens leren kennen. En daar ontstaat een nauwe band en men zegt ook dat vaak Verplaatsen de tussenkomsten van Outhuis in de regentenraad voorbereiden en dergelijke. En tenminste hem inspireerde tot sommige tussenkomsten. Er zijn mensen van de Nationale Bank die mij gezegd hebben dat zij zelfs vermoeden dat Verplaatsen zich verkiesbaar heeft gesteld precies om dat contact te kunnen leggen. Ik weet, die anderen spreken dat tegen, maar ik geef het even mee. Maar laat ons zeggen, zijn berekening kennende zou het mij niet verbaasd hebben mocht het zo geweest zijn. En het is door een discussie over de paritaire comité's bij de Nationale Bank dat Wilfried Martens, dat hij bij Wilfried samen met Outhuis bij Wilfried Martens op bezoek gaat. En het duurt niet lang, op dat moment is Wilfried Martens nog premier voor de regering van Marquijskes. En daar legt hij al uit aan Martens dat er moet gedevalueerd worden. Nu, Martens was wat dat betreft een onbesproken blad. Dat was voor hem Latijn, wat daar, of tenminste zelfs Sanskriet, dat spreekt. En dat ging in en hij was stom verbaasd. Ook over de toon die Verplaatsen aansloeg, hij heeft me dat verteld. Hij zegt, ja, die man was daar gewoon vernietigend voor die hele top van de Nationale Bank, waar wij dan toch, als politici zelfs, ja, toch wel een groot respect voor hadden en zeker voor een figuur als Cécile de Strijker. Maar daar komt daar die Verplaatsen, die vecht dat allemaal weg. Goed, dat gesprek is ten einde. De Wilfried Martens is even premier af. En wat later ontmoeten die twee, maar dat is dan vlak rond de verkiezingen de verkiezingen in november, hè, in 81, na de val van Heskes, ontmoeten die twee elkaar terug op de stoep in de Wetstraat. En daar vraagt Martens aan hem of hij nog altijd overtuigd is dat het moet gedevalueerd worden en Verplaatsen zegt hem meer dan ooit. Want ondertussen is die situatie helemaal ontspoord. En dus ja, het is duidelijk dat ook Outhuis op dat moment al Verplaatsen op dat kabinet wil. Want een ander belangrijk element dat we toch niet mogen vergeten is, op dat moment is er
binnen het ACV toch al een groep die bijeenkomt. Dat is de fameuze groep rond de man van de BAC, wiens naam mij nu even ontschiet. De Tremerie. De Tremerie. Die komen bijeen. Dat zijn allemaal figuren uit de CVP, uit de CVP-kringen. Theo Peters zit daarin, bekende econoom, maar ook Herman van Rompuy zit daarin. Nu, die groep is niet bezig aanvankelijk met economie en de problemen. Die groep is vooral bezig met het lijmen van de brokken tussen Tindemans en Martens, die dan op dat moment al op ramkoers waren. Maar gaandeweg verandert dat gesprek en begint men dus ook die uitzichtloze economische toestand die er zich voordeed, te gaan bespreken. En daar, op dat moment, want men heeft later het beeld geschapen dat de devaluatie in Poupehan is voorbereid, wat natuurlijk onzin is, dat ik heb het document hier bij mij, dat is een document, hij had het zelf niet, volgens verplaatsen. Dus dat document, dat dateert van november 81. En daar wordt heel precies omschreven de aanpassing van de muntpariteit. Plus alle andere maatregelen, sociale maatregelen ook, die moeten genomen worden, want de titel is: bestaat er nog een sociale weg tot economisch herstel? En het is Jan Smets, de latere gouverneur, hij bleek nog de enige te zijn die dat document had. Dus dankzij hem heb ik zo'n kopie kunnen bemachtigen. En dus dat lag allemaal al klaar. En dus Jean Wouters wist perfect wat er ging gebeuren. En de Tremerie en al wie daar rond tafel zat, wist, daar gaan we naartoe. Die devaluatie, die was onvermijdelijk geworden. Die stond dus al allemaal op papier. En, maar omwille van de sociale aspecten daaraan verbonden, wil Wouters wel een eigen man aan de knoppen hebben, en dat is verplaatsen. En daar is een vertrouwensband tussen hem en tussen verplaatsen. En belangrijk is dat verplaatsen die beseft ook en die weet ook dat het eerder al mis is gelopen tussen Tindemans en Wouters. Die twee kwamen niet, konden ook niet door dezelfde deur. En hij wil niet dat hetzelfde gebeurt met Wilfried Martens. En vandaar dat hij zo, eens dat hij dus op dat kabinet zit, zo heel nauw die band aanhoudt, ook met die gesprekken in Poupehan. Zullen we daar later over hebben. En ja, daar begint zijn echte rol eigenlijk. Inderdaad, bedankt. En dan uiteindelijk die devaluatie is gebeurd in 1982, maar eigenlijk is die gewoon gebeurd achter de rug om van de toenmalige top van de Nationale Bank. En die zijn eigenlijk met gouverneur Cécile de Strijker voor voldongen feiten geplaatst. Die zijn compleet voor voldongen feiten geplaatst. En eigenlijk mag men zeggen dat dat verbazend is. Dat zegt wel iets over de, hoe zal ik het zeggen? Ja, zal je zeggen, eigen dunk is een verkeerd woord. Maar de zelfverzekerdheid waarmee zij ervan uitgingen dat zij die zaak onder controle hadden. Want als je begint te kijken In de voorgeschiedenis, dan zie je dat er tal van zaken verschenen zijn. Ook Paul de Grauwe bijvoorbeeld, hij heeft daar een tekst gepubliceerd waaruit dat blijkt. Andere, ook in Franstalig België. Dus die aandringen op een devaluatie. Maar die Nationale Bank die zegt niet. Dus het is verbazend dat die daardoor compleet op verkeerde been zijn gezet. Maar het is juist, bovendien, en dat is ook merkwaardig, dat is... Er zijn contacten met het IMF. De tussenpersoon daar is Jacques de Grote, ook een oud-gediende van de Nationale Bank. Een hele briljante figuur, nu al een krasse negentiger, een goede verteller trouwens. En dat is de go-between tussen de top van het IMF, die ziet dat België zwaar in de problemen zit, en de Belgische politiek. Het wordt een beetje voorgesteld alsof iemand als de Klerk pas op het laatste, tot nu toe in de beeldvorming die destijds is ontstaan door de boeken van Hugo de Rieder, wordt er een beetje de indruk gewekt dat iemand als Willy de Klerk bijna op het laatste moment bij de zaak betrokken is geweest. Nu, dat is complete nonsens. Willy de Klerk wist van mij de eerste gesprekken over de coalitievorming met de Christen-Democraten, waar we naartoe gingen. Hij had namelijk ook het bezoek gekregen van Jacques de Groot. En hij wist dus perfect wat er bij het IMF leefde. En het IMF wou toen een devaluatie van maar liefst 18%.
Dus men wist, men moest hier ingrijpen. Er zijn Willy de Klerk en Beenspan en Kortleven, zijn medewerkers die dat allemaal volgden, die wisten perfect waar ze aan toe waren. Alleen stelden zij zich natuurlijk vragen hoe die, want een devaluatie alleen is niet voldoende, je moet dat ook nog begeleiden met andere maatregelen, hè? Anders gaat uw effect verloren. En dus dat was hun, daar waren zij dan weer benieuwd naar hoe dat ging verlopen. Maar dus, alles lag kant en klaar op het moment dat dat Wilfried Martens aantreedt en Jef Oudthuis zijn vertrouwensman op dat kabinet heeft, namelijk De Haan verplaatsen. Maar bijvoorbeeld, ik noem het per ongeluk zijn naam, maar iemand als De Haan bijvoorbeeld, die in zijn memoires doet alsof hij de zaak steunde, De Haan was tegen de devaluatie. Want zij tegen de Volks verplaatsen met die zever moet je bij mij niet aankomen. Hè? Dus, maar later geleerd dan door de realiteit, is hij dan toch voorstander geworden. Ja, en we zullen later over de relatie De Haan verplaatsen zeker nog. We zullen daar zeker nog op terugkomen. Nu even historisch kader, maar ik denk dat je weet, is in 1981 is Wilfried Martens dan terug premier geworden, eind 1981. En heeft dan de coalitie, is gewisseld van coalitiepartner, dus de liberalen, ze hebben de plaats ingenomen van de socialisten, met onder andere Willy de Klerk als minister van Financiën toen. Wat is wel interessant wat u zegt, een devaluatie alleen volstond niet, want inderdaad dan creëer je het risico op importinflatie, zeker in een open economie als de Belgische. Dus een aantal begeleidende maatregelen waren noodzakelijk. Wat heeft die regering Martens V, denk ik, wat heeft die als voornaamste maatregel dan genomen? Wel, die heeft op zeker moment toch wel het indexmechanisme vertraagd door allerlei sprongen, om te beginnen. Weliswaar altijd ervoor zorgen dat de laagste inkomens toch op een of andere manier gevrijwaard blijven. Men heeft dan de index opmaken met, in plaats van dat maandelijks te doen, op zekere hoogte, deed men dat 4 maanden. Dus er waren allerlei vertragingsmechanismen ingebouwd in het systeem. En bovendien is men natuurlijk ook wel gaan saneren. Hè. Niet vergeten dat iemand als Meistad bijvoorbeeld, die heeft er duchtig op losgesaneerd op dat moment. Nu, dat was ook noodzakelijk. Dus dat zijn allemaal de begeleidende maatregelen in grote lijnen, want het is een uitzending op zich om die allemaal toe te lichten. Maar die hebben gemaakt ook dat België terug op adem kon komen. Dus dat is niet meteen direct gebeurd. Hè. Er heeft wel een tijdje geduurd voordat effect begon te spelen. Maar zoals altijd dat soort mensen als verplaatsen, heeft hij ook een vreselijk geluk gehad. Namelijk, de olieprijzen zijn spectaculair beginnen dalen. Nu, het is niet alleen dankzij de dalende olieprijzen, want je moet het geluk ook beïnvloeden. Maar laten we zeggen dat hij daar toch een meevaller heeft gehad. En het gekke is dat iemand als Roland Beauvoir daar ook op wees dat dat een probleem was, namelijk die olieprijzen, die energieprijzen. Dus ook Beauvoir zat met dat probleem. Alleen het toeval is, of tenminste de evolutie van de olieprijzen heeft daar België, dat een groot importateur is, dat weet u, van energie, heeft daar de regering gediend mee. Waardoor dan toch dat de effecten, de andere zaken die men, de ingrepen die men heeft gedaan, de effecten daarvan, versneld zijn beginnen werken. En natuurlijk, dan was er nog een andere, wat er ook rondging, dat is dan weer meer de anekdotiek, is dat verplaatsen zich ook graag mengde in andere dossiers waar hij volgens sommigen weinig vanaf wist, bijvoorbeeld het buitenlands beleid. En dan is er de gekende anekdote in het Witte Huis, waar hij is binnengeklipt in The Oval Office. Wel, dus te zeggen, dat is, op zeker ogenblik is men daar op bezoek, onder meer met Tindemans als buitenlands minister. Tussen Oudhuis en Tindemans ging het niet. Hè? Want laten we zeggen, dat soort onbehouwen gedrag, of de manier waarop de verplaatsen praten, dat beviel niet bij iemand, dat viel een slechte aarde bij hem, een beetje toch verfijnde figuur als Tindemans, die zeer gereserveerd was in zijn optreden. En dan ineens, wat blijkt, ik weet niet of je ooit in het Witte Huis bent geweest, maar dat is bijzonder strikt geregeld. Hè. Daar komt niet zomaar iedereen binnen, daar staat op voorhand vast wie daar binnenkomt. En plots blijkt dat verplaatsen in de Oval Office is samen met Wilfried Martens, terwijl eigenlijk
Tindemans daar hoeft te zijn. Enfin, dat is dan allemaal rap geregeld geweest, maar dat heeft zeker bijgedragen tot de blijvende ergernis van Tindemans voor verplaatsen. Maar hij was bijvoorbeeld ook iemand die, maar dat is dan later, die tegen bijvoorbeeld tegen Martens zei, pas op met de abortuskwestie, laat dat niet tot een stemming komen in het parlement, want dan hebben we het einde nog niet gezien. En hij bedoelt dan de verdeeldheid in het land, hè, die zich ging voordoen. Dus hij was niet te beroerd om zich daarmee te moeien. Nee, dat is waar. Dat lag helemaal in zijn karakter. En dan, ik denk, in 1985 waren er verkiezingen. Dan kwam de regering Martens, was de termijn, de legislatuur van Martens vijf ten einde. Dan kwam er een nieuwe, opnieuw oranje-blauwe regering. Ik denk dat daar een belangrijk element was, dat Willy de Klerk, die inmiddels was vervangen door Frans Schotians, en dan de liberale, de PVV, kreeg niet meer de portefeuille financiën, maar de portefeuille begroting. En dan werd er een gekend figuur, vicepremier en minister van Begroting, Guy Verhofstadt. Verplaatsen bleef. Hoe was die relatie tussen Guy Verhofstadt en zijn entourage en ons Verplaatsen? Wel, ik denk dat aanvankelijk waren daar, zat er daar geen storingen op de lijn, had u de indruk. Kon ik toch niet waarnemen. Er was wel iemand als Jean Gol, een cynicus. Als je het woord cynisch opzoekt in de Vandalen, staat de foto van Jean Gol ernaast, om je maar te zeggen. Dus dat was hij die tegen Verhofstadt zei, pas op, want Verplaatsen dat toen al zijn eigen werkgroep, die hij rondom zich had verzameld om allerlei maatregelen uit te werken. Pas op, als uw voorstellen in de werkgroep Verplaatsen passeren, dan blijft daar niks meer van over. Ja, en op den duur werd dat natuurlijk wel een spel om die jonge blaag, die graag liet horen, zoals de Verhofstadt, van die dan ook op zijn nummer te zetten. En dat werkte bij Verhofstadt dan wel verkeerd. Die kreeg altijd maar een grotere ekel aan figuren als Verplaatsen. Maar de vrevel is pas veel later gekomen eigenlijk, toen Verplaatsen al weg was. Hè? Of van het kabinet en terug bij de Nationale Bank zat. Ja. Ja, en ik denk inderdaad, is het correct om te stellen dat in de regering Martens 6 was, dat Verplaatsen nog altijd op het kabinet zat, maar intussen tijd misschien iets minder betrokken was en dat hij ondertussen ook al, dat het al zeker was dat hij ging terugkeren naar de Nationale Bank als directeur? Wel, dat is een hele rare episode. Vooral omdat CD&V intern het niet eens werd over wie nu precies naar die Nationale Bank ging gaan en wie daar eigenlijk op termijn, vrij snelle termijn, want destijds had Willy de Klerk had Godot benoemd, maar als een soort tussenpaus, zal ik maar zeggen. Terwijl iedereen dacht dat Theo Peters in lijn zat om gouverneur te worden. Maar goed, Godot komt dan door het spel van vertegenwoordigers dat partijen hebben in dat geheel. Ja, moet er op zeker moment gekozen worden. En daar komt het tot een gesprek tussen Theo Peters en tussen het Verplaatsen. En het is duidelijk dat Verplaatsen denkt op dat moment niet aan het gouverneurschap. Hij is al heel tevreden als hij lid wordt van het directiecomité. Want dat geeft u meteen, zou ik zeggen, greep op het verloop van de zaken. Je kan de zaken beïnvloeden vanuit dat directiecomité. Het is pas later door het wegvallen van Theo Peters. Theo Peters zal dan later bij de ING gaan, dat hij dus in lijn komt via CD&V voor dat gouverneurschap. Maar hij weet ook, als hij terugkeert daar, dat hij op vijandig terrein terugkomt. Namelijk dat het aantal vrienden dat hij daar rond de tafel heeft zitten, dat op één hand te tellen is. Want hij is, zoals ik zei er straks, hij is de man die dus als een verrader wordt beschouwd. Hè? Je krijgt dan, je voelt dat in die notulen van het directiecomité en de regentenraad, en vooral van de regentenraad, waar dus moet beslist worden of hij nu gaat terugkeren als directeur en iedereen weet dat dat gaat gebeuren. Daar heb je de tussenkomsten van Chanson en van Beauvoir, die werkelijk ongelooflijk vernietigend zijn voor hem. En men kan zelfs niet zeggen dat zij ongelijk hadden. Zij hadden inderdaad vanuit perspectief van de Nationale Bank hadden zij gelijk, namelijk deze man had zich niet gehouden aan de geplogenheden van het thuis. Had het thuis in de steek gelaten. En
Dat was dus heel moeilijk. Janson bijvoorbeeld, nadien, heeft geen enkele vergadering meer bijgewoond die voorgezeten werd door Verplaatsen. En Beauvoir is quasi onmiddellijk met pensioen vertrokken. Want het was natuurlijk zeer duidelijk, alhoewel de regering had gezegd, ja, maar nee, Verplaatsen gaat geen gouverneur worden en zo, dat het binnen de kortste keren, trouwens in 89, is hij dan toch gouverneur geworden. Dus ja, op dat moment, op het einde daar bij Martens, is hij, men heeft hem trouwens een paar keer ook aangeboden bij CD&V om staatssecretaris te worden, wat hij altijd geweigerd heeft. Want hij wilde eigenlijk terug naar die bank. Want de bank voor hem, dat was, ik zal maar zeggen, zoals ik heb het ook gezegd, zoals voor sommigen een roeping in de katholieke kerk. Wel, voor hem was de Nationale Bank zoiets. Hij is in de bank binnengestapt zoals anderen in het klooster gegaan zijn. En hij was heel tevreden, maar dat meermaals gezegd op het einde, meermaals gezegd dat hij blij was dat hij ooit maar één werkgever had gehad, namelijk die Nationale Bank. Goed, ik stel voor, vooral eer dat we natuurlijk over zijn toch wel niet onbelangrijke rol als gouverneur spreken bij de Nationale Bank, dat we nog kort even terugkomen op iets anders dat ook, denk ik, begin jaren 90 door Hugo de Rieder onthuld is, en dat zijn de fameuze gesprekken in Poupahan. Ja. Wanneer was dat juist, wat was daar het belang van? Want daar was ook een zekere, zoals u al hebt gezegd, niet de vorming rond dat daar voor de devaluatie beslist is, wat natuurlijk niet correct is. Eigenlijk is in Poupahan zelf weinig beslist geweest. Er is veel besproken. Maar er is weinig beslist. Namelijk de Tremerie, Oudhuis, Martens en Verplaatsen komen dus samen in dat buitenhuisje. En ik kan u verzekeren, dat is een hele krappe chalet waar de heren samen zaten. Want ze gingen meestal wandelen daar buiten. Ze moesten ook overnachten in stapelbedjes. Dus die gesprekken zijn eigenlijk bedoeld om vooral Oudhuis en Wilfried Martens op één lijn te houden. En dat vertrouwen aan te snoeren, zal ik maar zeggen. Dat mogen niet vergeten, Wilfried Martens komt uit Gent. Maar Wilfried Martens die was niet opgeklommen in de politiek via het ACW. Of het ACV. Die kwam uit de Vlaamse beweging. Je was bijvoorbeeld, het was het Paul Daels, man die nog in een collaboratieverleden had, die hem eigenlijk had gerecruiteerd in de Vlaamse Volksbeweging via de studentenvereniging. En zo komt hij eigenlijk in de politiek terug. En dan moet ik even te zeggen, daar, en daar spreek ik vanuit familiaal oogpunt, mijn eigen vader heeft daar een rol in gespeeld. Namelijk, mijn vader was journalist bij het Volk, later commentator bij het Volk. En die had zich voorgesteld dat, die kennen elkaar. Hij kende Wilfried Martens van een blad waar ze samen aan meewerkten, dat heette Penoen. Het was een blad, een klein blaadje, een beetje zo een doorbraak van zijn tijd, ja, waar het federalisme werd verdedigd als oplossing voor het Belgisch probleem. En wat toen een vies woord was in vele kringen, het federalisme. En, dus hij kende elkaar wel en apprecieerde elkaar. En hij heeft gedacht, mijn vader dacht van, Wilfried Martens zou mij eigenlijk moeten opvolgen bij het Volk. En dan heeft hij als een platform, politiek platform, om zijn werk te doen als politicus. Nu, dat is anders uitgedraaid. Maar het is wel zo dat Wilfried Martens verkozen is geraakt tot voorzitter van CVP. Toen nog tegen Gerard van Dalen, dat was toen de burgemeester van Gent, een hele populaire figuur, een echte doorzotte ACV'er. En die verliest het van Wilfried Martens. Ook omdat het Volk dacht, het Volk dat toch toen meer dan 200.000 nummers verkocht, dat steunde hem voluit. Was natuurlijk mijn vader ook voor een deel verantwoordelijk. En dat was heel geestig toen zei Gerard van Dalen nadat hij verkozen werd, het is hier precies de omloop het Volk. Dan zoals de koers. Maar dus die band, die was niet evident tussen Martens en het ACV. Dus bijvoorbeeld in het Gentse had men daar toch zo'n beetje zijn bedenkingen bij, van die man die uit de Vlaamse beweging kwam. Want dat was niet hun wereld. En dus dat moet aan elkaar geklonken worden. En dat is Poupahan eigenlijk. Zorgen dat daar geen wiel afloopt. Want het gekke is, de echte gesprekken, namelijk de nieuwe dingen die hij wil lanceren en dan aftoetsen, daar wordt nog in de memoires van Wilfried Martens, nog in die van de Hanen, over gepraat. En dat zijn gesprekken met Robert van de Poelen, ook een Gentenaar trouwens, die de man was, de brains achter Chavoutas. Chavoutas was een menner, want dat was de man die de berekeningen maakte. Een echte wiskundig brein, zegt Wilfried Bernard, de man van het VBO.
met wie die ook aan tafel zat. Dat waren de twee figuren met wie De Haan, met wie Verplaatsen eigenlijk de grond van de zaak besprak en aftoetste. Want ja, u weet, het sociale overleg was ten einde, omdat de Bühne weigerde nog aan tafel te komen in die omstandigheden. Had natuurlijk de hele zaak afgewezen en de evaluatie. En dus men moest toch een contact houden op het niveau van de sociale partners. En dat was voor Fonds Verplaatsen Robert van der Poelen en Wilfried Bernhard. Heel belangrijk. En het gekke is, die twee heren zijn altijd buiten beeld gebleven in die beeldvorming van toen. Maar Poepenhaal was natuurlijk wel, vroeg ook, dat toch een sterke impact. En bijvoorbeeld sommigen zeggen ook dat het Guy Verhofstadt, dat zijn eerste burgermanifest, dat een van de triggers was geweest om dat te schrijven. En het werd dan gecatalogeerd als canapé-gesprekken. Maar als ik u goed begrijp, is dat overdreven of toch niet volledig correct? Ik moet wel zeggen, want ik werkte toen op KNAK als verslaggever, politiek verslaggever. Dus het interview, het allerlaatste interview, bijna afgenomen op het sterfbed van Jef Oudhuis, door Hugo de Ridder, wordt bij KNAK gepubliceerd. En zoals dat daar staat, zoals Jef Oudhuis het uitlegt, klinkt dat natuurlijk wel enigszins anders. En Jef Oudhuis heeft daar eigenlijk de beeldvorming mee bepaald van die gesprekken in Poepenhaal. Hij had namelijk ook een enorme bewondering, niet alleen voor Fonds Verplaatsen, maar ook voor Wilfried Martens. En hij had graag ook, dat wist men, dat hij het gevoel had dat hij een rol speelde in het welzijn van de staat. En men noemde hem ook chef d'état. Noemden ze hem intern bij het ACV en ook bij het ABVV, waar ze daar minder goed mee om konden. Maar dus dat interview, en dat is later opgenomen geweest in het boek van Hugo, heeft ze dat beeld bepaald. En op zeker ogenblik bestond er zelfs de indruk dat die devaluatie daar beslist was. Want sommigen zullen het zich herinneren, namelijk de liberalen die dan op dat moment in de oppositie zaten, vragen een onderzoekscommissie om na te gaan. Terwijl mensen als meneer de Klerk heel goed wisten dat die daar niet beslist was, dat dat al veel eerder was beslist. Hè. Maar dus die beeldvorming komt daar vandaan. En ook iets wat Oudhuis toen gezegd heeft, hè, dat zij af wilden van dat jonk. Hè? Namelijk van Guy Verhofstadt, die toen minister van Begroting was, en luidruchtig nogal in zijn ingrepen. En dat men toen, bij manier van spreken, Appaar en De Voer heeft gebruikt om de regering te doen vallen, om van hem vanaf te zijn, om van Verhofstadt vanaf te zijn. Nu, het gekke is, dat heeft Verhofstadt achteraf zeer goed gediend, want hij heeft daar ander gebruik van gemaakt in zijn eigen imago, van zie je wel wat ik hier tegen mij had. Terwijl in wezen eigenlijk al bij de vorige regering de worm in de appel zat tussen Jean Gol en de PSC, dus wat vandaag CDH is. Dat was bijna een haat tussen Gol en zeker iemand als Noton. Waarom? Noton, herinnert u, was minister van Binnenlandse Zaken op het moment van het IJsseldrama. En weigert ontslag te nemen wat hij eigenlijk had moeten doen. Niet zozeer omdat hij daarmee schuldig aan was, maar gewoon toch om verantwoordelijkheid te nemen, politieke verantwoordelijkheid voor dat drama. En op zeker ogenblik gaat het zelfs zover dat Gol in zijn plaats ontslag neemt. Maar dat wordt dan weer geweigerd door de koning. Maar het was wel zo dat Gol zich gezworen eigenlijk om die PSC te vernietigen. En tegelijkertijd ook alles binnen te pakken van wat het electoraal daar toen nog zat als reserve voor die PSC, van dat ook binnen te halen. Wat hij trouwens nadien heeft gedaan, Gerard Depree is nadien overgestapt en zo. Maar dus dat zat al voordien in die coalitie. Die coalitie was nog voor de komst van Verhofstadt veroordeeld. Maar natuurlijk, het fameuze laatste gesprek van Jef Oudhuis heeft daar een dreun gegeven. En zoals ik zei, later aan Guy Verhofstadt dan ook de elan gegeven om zijn VLD-project naar voren te brengen. Inderdaad. De burgermanifesten, of het eerste burgermanifest als eerste wapenfeit. Misschien in functie van de tijd even terugkeren dan naar Fonds Verplaatsen, die dan gouverneur wordt.
De eerste, ja, dat wil zeggen, zijn eerste werkstuk is dan de koppeling van de Belgische frank en de Deutsche Mark. Dat is toch wel een van zijn grootste verwezenlijkingen. Dat is volgens mij zijn grootste verwezenlijking. Namelijk, omdat hij dan op dat moment al beseft, door zijn gesprekken, want dat is interessant, die gesprekken die hij dan begint ook te voeren internationaal als gouverneur in Basel, bij de BIS, de Bank van Internationale Betalingen. Mag maar niet vergeten, dat is letterlijk, ik heb het geschreven, dat is het Vaticaan van de Haute Finance. Daar komen al die grote centrale bankiers samen, die beslissen daar, die nemen daar beslissingen zeer eigenhandig en onafhankelijk van hun respectievelijke regeringen. Die engageren daar miljarden als ze moeten tussenkomen in Argentinië en zo. Maar daar ziet hij ook wat de stand van zaken is op weg naar wat de muntunie moet worden. En hij ziet dat dat alleen maar kan als België erin slaagt met zijn frank in de buurt van de Duitse munt te blijven. En de sterkte van de Duitse munt en de Nederlanders trouwens. Wat ook niet vergeten, tot dan, tot zijn komst eigenlijk, was de, zeker bij de Nationale Bank, was men zeer gericht op Parijs. En hij richt meteen de blik op de Duitsers en op Nederland. En hij heeft een heel goed contact met die Duitse voorzitters van de Bundesbank en dan zeker met, later met Tietmeijer, maar ook met Peul en zo in het verleden. Hij heeft daar een goede contacten mee en Schlesinger. En hij beseft waar de Duitsers op aansturen en wat er noodzakelijk gaat zijn om te kunnen deelnemen aan die muntunie. En daarom is die koppeling zo belangrijk. Waarom? En de enige die dat eigenlijk doorheeft meteen, als dat gebeurt, want het gebeurt een beetje aan stoemelingse. Officieel heeft de Belgische regering van Wilfried Martens nooit bekendgemaakt dat van nu af aan de Belgische frank aan de Duitse mark was gekoppeld. Dat is toevallig uitgelekt doordat een journalist van Reuters die zat op een congres waar iemand van de Nationale Bank gezegd had ja, dat daar bij de Nationale Bank toch wel aan gedacht werd aan zo'n koppeling. En die journalist doet zijn werk en brengt dat aan voor. En op zeker ogenblik, en de enige die dat trouwens zegt in zijn memoires in heel kort, dat is de Hane, die dan, hij verdenkt er trouwens, de Hane verdacht er trouwens aan verplaatsen van dat zelf te hebben laten lekken, wat niet waar was. Dat is per ongeluk. Maar goed, het kwam hem wel goed uit. Namelijk, men werd daar voor een voldongen feit gezet. Wilfried Martens spreekt daar helemaal niet over in zijn memoires. Dus, om u maar te zeggen, maar de enige die meteen doorheeft van, oh, hier zitten consequenties aan vast, dat is Philippe Mouraud, de socialist. En die zegt, ja, maar dat gaat ons vastleggen voor de komende jaren in verband met de begroting. Wij gaan een grote begrotingsdiscipline moeten aan de dag leggen. Terwijl, ja, tot dan had men toch wel wat bewegingen of dan men toch wat vrijheden met die begroting. Maar dat is dan afgelopen als je die koppeling doorvoert. En dat is precies wat Fons behoogde. Namelijk, men die regering dwingen om die discipline aan de dag te leggen. En hoe komt het eigenlijk dat een figuur als Philippe Mouraud daar niet de handrem heeft kunnen optrekken? Of hoe heeft hij dat bewerkstelligd? Wel, het was gebeurd. Het was gewoon gebeurd. En je kon moeilijk, als tenzij dat je de Belgische frank in de moeilijkheden ging brengen, plots daarop terugkomen. Dus in die zin heeft die regering daar, is die daar een beetje de hand op de rug gedwongen om daarin mee te stappen zonder eigenlijk voor de meesten goed te beseffen wat de consequenties waren behalve dan bij Mouraud maar hoe zal ik het zeggen die politiek die men van dan af is gaan voeren en dat zal dan later terug zijn belang hebben bijvoorbeeld in de speculatie van 93 is van dan af toch helemaal beginnen stilaan beginnen richten op inderdaad die Europese plannen die in de maak waren. Inderdaad, daar gaan we denk ik dadelijk op terugkomen, de Europese plannen, de plannen voor een Europese eenheidsmunt. Natuurlijk, de koppeling van de Duitse mark, of van de Belgische frank aan de Duitse mark, had nog andere effecten, zoals u hebt gezegd, Philippe Mouraud had directeur, een strikter begrotingsbeleid. Maar natuurlijk heeft hij ook nog een andere beslissing genomen, Fons Verplaatsen als gouverneur, die gunstig was voor de begroting in de zin van de interestbetalingen. Dat was het vrijmaken van de markt voor de schatkistcertificaten. Toch ook wel, misschien niet zo belangrijk als de koppeling, maar toch ook wel een
sterke, ja, een belangrijke verwezenlijking. Ja, waar absoluut. Hij dan op dit moment even de markt heeft gebruikt. Wat hem ook werd gezegd van, hij gebruikt de markt als het hem uitkomt. En hier kwam het hem uit. Ja, 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 dat heeft hij zeker gedaan. Nu moet ik wel zeggen dat daar is hij niet alleen de enige architect van geweest. Iemand als Broens en zo en andere mensen, die waren daar ook mee bezig. Dat moest hoe dan ook in het licht van Europa. Moest die markt op zeker ogenblik ook, ja, vrijgemaakt worden. Tot dan waar de, ja, ik zou maar zeggen, de Belgische banken konden daar solo slim spelen. Hè, op zeker ogenblik. Die werden daar, zoals iemand zei, die werden daar vet van de manier waarop zij het dus met die Belgische schuld onder meer konden omgaan. Dus dat moest toen dan ook gewijzigd worden. Hè. En daar was ook vanuit het IMF bijvoorbeeld, toch niet onbelangrijk in al die zaken ook. Zoals die koppeling van de aan de markt bijvoorbeeld, maar ook in het klaarmaken van dat financieel instrumentarium, dat is het samenspel tussen Verplaatsen en het IMF. Dat is heel belangrijk. Het is niet toevallig dat hij daar zorgt dat iemand als Willy Kiekens, op zeker ogenblik de Belgische in opvolging van Jacques de Grote, de man wordt de Belgische vertegenwoordiger in de kieskring bij het IMF. Dat is niet onbelangrijk. Maar er zat nog een andere man, Mike Deppler. Dat was een Amerikaan die een goede band had met België, die België zeer goed kende. En er was zo'n soort samenspel ontstaan, waarbij bijvoorbeeld Verplaatsen dan zelf ideeën poneerde bij Deppler en aftoetste. En als ze daar met Deppler tot een constructie kwamen die werkbaar was, dan kwam Verplaatsen terug in Brussel en zei, zeg jongens, die mannen van het IMF, die eisen dat, hè. Weet je wel? Plots werd dat gesprek dat hij gevoerd had met Deppler, werd in Brussel gebruikt als een soort IMF-eis. Dus dat heeft hij op een andere manier uitgespeeld. Toch echt, echt belangrijk is dat in de zaak met de koppeling, alhoewel dat Deppler daar gedacht heeft dat België dan nog langer tijd zijn rente ging moeten hooghouden, terwijl, daarom heb ik ze ook afgedrukt in het boek, je ziet meteen na die koppeling, hoe die rente voor de Belgen meteen naar beneden dondert. Dus dat effect daarvan is zeer weldoend geweest, ook voor het algemeen voor België. En dat is, het is het samenspel geweest met Deppler. Dat is ook belangrijk. En natuurlijk, terug te komen even op het financiële instrumentarium, daar hebben een heleboel andere mensen, en heeft hij ook, moet u eerlijk zeggen, heeft hij ook de grote steun gekregen van Philippe Maystadt, die een briljant minister van Financiën is geweest, dat mogen we wel zeggen. Ja, en een ander ding wat er dan ook georganiseerd werd, waren de zogenaamde, de fameuze roadshows, waar dat de Belgische schuld gepromoot werd in het buitenland tot in Brunei toe. Ja, daar heeft men enorm veel goodwill gecreëerd op de markten. Dat was heel goed georganiseerd. De organisatie daarvan was quasi in handen van dagelijks was in handen van een vertrouwenspersoon van hem, dat was Marcia de Wachter, die later ook lid is geworden van het directiecomité en vice-gouverneur. Die organiseerde dat en dat, ik heb gelukkig inzage gehad van de manier waarop dat werd georganiseerd, dat was echt bijna militair dat georganiseerd. En dat heeft een grote indruk gemaakt ook op de internationale markt. Je ziet dat, je ziet ook dingen verschijnen bij Goldman Sachs en zo, die hele loftirades zijn op de Belgen. Ondanks het feit dat men weet dat daar toch wel wat politieke strubbelingen zijn af en toe. Hè, want op het moment dat in Londen moet de Londense roadshow, ligt de regering eigenlijk op apengapen. Als gevolg van de fameuze leveringen aan de Golf, hè, de wapenleveringen. Want voor mij staat is daar niet. Maar heel de top van de Belgische bankwereld is daar aanwezig. Maar ook heel de top van de City in Londen is ook aanwezig. Dus dat is een niet onbelangrijk wapenfeit geweest. En Brunei, dat is natuurlijk de fameuze sultan van Brunei, dat kleine onogelijke staatje daar, op de kust aan de Chinese Zee. Die man wordt zelfs later door de koning ontvangen, omdat hij zoveel Belgisch papier heeft ingeslagen. Inderdaad, voordat we, ik denk als laatste onderwerp, gaan we daar nog hebben over de euro en de rol die Fonds Verplaatsen daar speelde. Maar misschien eerst nog kort één ander ding. In het kader van de koppeling van de Belgische frank aan de Duitse markt, dan moest er natuurlijk de Belgische frank verdedigd worden. En de Belgische frank kwam zwaar onder druk in de zomer van 1993.
En dan heeft hij toch ook weer bewezen, denk ik, van zijn plaats, dat hij creatief was en dat hij anderen kon gebruiken, zijn de commerciële banken. Ja. En daar ook Marcia de Wachter, die daar ook wel een belangrijke rol speelde. Wat gebeurt er eigenlijk? De problemen beginnen in 92 al, hè, met de referendums, in de Denen die nee zeggen en zo. Dus dan begint het heel, men begint te twijfelen aan het muntsysteem. En de markt gaat dat muntsysteem uittesten. Hè? De fameuze operatie Soros, hè, tegen de Britse pond. De Britse pond wordt uit het systeem gehaald. Iedereen zit in de problemen, er moet tussengekomen worden. En het gekke is, door die koppeling van die markt, met die markt, is de Belgische frank een vluchtmunt. Dus men koopt op de markt Belgische francs. Dus de Nationale Bank krijgt dus heel wat buitenlandse deviezen binnen. Hm. Maar dan, ja, u weet hoe dat gaat, hè, op zo'n markt. Iedereen, op zeker om de ene na de andere wordt uitgeschakeld of opzij gezet. En dan plots begint toevallig vlak rond de dood van koning Boudewijn, begint de druk op de Belgische frank toe te nemen. In het begin is dat vrij voorzichtig, maar dan begint die druk toch wel eens zwaar te worden. Wat ze dan noemen, het disagio, dus de waarde tegenover tegenover van de frank tegenover de markt, begint dus toch wel te dalen. En men heeft reserves, zoals ik zei, omdat men als vluchtmunt heeft gediend en veel deviezen heeft binnengekregen, kan men natuurlijk een tijd lang interveneren om die Belgische frank te beschermen. Maar dat kan niet blijven duren. Te meer ook omdat intern, in België dan, er ook begint een opstand, zeker in de media, maar ook in de politiek. Die zeggen, zie je wel, die verplaatsen met zijn koppeling aan de markt, hè, waar we nu zitten. We gaan recht op de problemen af. We hebben streamende tussenkomsten van Verhofstadt in het parlement. Paul de Grauwe zegt meteen uitstappen uit die constructie, weg daarmee. En nog anderen, ook in de pers, mijn collega's van toen, gaan er zwaar tegen in. En ietsje na de dood van Boudewijn stuurt verplaatsen Marcia de Wachter naar Eddy Wouters. Grote baas geweest van Kredietbank. En Eddy Wouters is een echte wizard als het aankomt op de valutamarkt. Dat is een man waarvan men mij bij de Kredietbank zijn collega's laten zeggen, die man heeft door zijn optreden op de valutamarkt sloten geld verdiend voor de bank. Die gold internationaal ook als een grote specialist. Dus het was maar normaal dat verplaatsen vraagt aan de Wachter, ga eens praten met Eddy Wouters en wat moet er hier gebeuren eigenlijk? Hoe moeten we dat verder aanpakken? Want ja, hij zag wel het onheil naderen. Nou, dit kon niet blijven duren. Hè. We zijn dan in augustus 93. En Eddy Wouters, die trouwens net problemen heeft gehad in het voetbal, is een voorzitter geweest. Hij was zelf een gewezen voetballer, stervoetballer, maar hij had dan later als voorzitter van FC Antwerp FC, moet ik zeggen, problemen gehad met de fiscus onder meer. Maar dus die legt dan aan de Wachter uit, kijk, die contracten van die speculanten, dat loopt meestal over een drietal maanden, dus men moet het kunnen uitzingen. En je zal hulp nodig hebben om dat te doen. En daar komt dan de idee van de vier grote banken erbij te betrekken. En wat doet hij? Verplaatsen, hij roept André Bergen. André Bergen, die later ook bij die van de kredietbank kwam, naar de generale bank is gegaan en dan terug naar de kredietbank nadien. Maar die zat op dat moment bij de generale en hij roept die, want André Bergen is ook een specialist in de valutahandel. Heeft ook in New York gezeten, voor de kredietbank trouwens, en hij kent die materie zeer goed. En het is met hem dat hij afspraken maakt, later ook met de toplui van de vier betrokken banken, om dus in naam, niet officieel, maar te interveneren en de Belgische frank te ondersteunen, weliswaar met geld dat geleend werd door de Nationale Bank. Zeer ongewoon dat gebeurt, en ook zeer moeilijk voor die banken, want wat blijkt, dat is dat je natuurlijk, je moet in die handel ook optreden voor je klanten, en die klanten die zeggen, wij verkopen die Belgische frank.
Terwijl op de, de verdieping hoger of lager moet je dan dezelfde francs gaan terug inkopen. Dat vraagt dus een ongelofelijke herschikking telkens op het einde van de dag. En dat ging over kolossale bedragen, dat hoef ik je niet te zeggen. En dat gebeurde meestal ook op het laatste van de dag, vlak voor sluiting. André Bergen heeft me dan verteld dat hij in de keuken stond zijn eten klaar te maken en tegelijkertijd te bellen met New York om te interveneren op de valutamarkt. Dus, op zeker ogenblik gaat het er heel slecht aan toe. Het verschil is ongeveer 6%, wat dan zeer zwaar is. Maar op een ochtend, begin oktober, komt Marcia de Wachter op haar kantoor van de Nationale Bank en ziet op Reuters dat alles gekeerd is. Dat dus de speculanten hun posities beginnen te verlaten. En dat is wat Eddie Wouters gezegd heeft. Eddie Wouters gebruikt het beeld van die speculanten, dat is een buffelkudde, die loopt in dezelfde richting, tot er eentje keert, dan keren ze allemaal. En dat is wat er toen gebeurd is. En een geluk daarbovenop, rond dezelfde periode, kan de regering ook uitpakken met een, wat dan later het sociaal pact zal worden. Namelijk met een akkoord over een verregaande grote hervorming, sociaal-economisch. En dat valt allemaal samen en dat al die puzzelstukken klikken op dat moment in elkaar en de band met de markt is gered. En eigenlijk is nadien de Belgische frank nooit meer in problemen gekomen. Ja, eens dat dat probleem van de baan was, was er vooral nog de staatsschuld. Misschien een leuke fait divers is, het leest bijna als een roman op zich, de manier waarop dat hij goudvoorraden heeft verkocht. Ja. Misschien dat u daarop in wil gaan. Wel, die goud verkopen, dat blijft tot op vandaag voor veel mensen een bron van ergernis. Hè? En het gekke is dat de man die eigenlijk dat bij verplaatsen een beetje heeft gesuggereerd en wellicht op aangeven van Van Ieper zelf zijn kabinetchef, was koning Boudewijn. Want ja, de Belgische frank was niet langer gekoppeld aan het goud. Wij zaten op serieuze goudreserves. Wat doen we daar eigenlijk mee? En inderdaad, je kon dat gebruiken om de begroting te financieren, maar je kon dat gebruiken om die schuld af te bouwen. En dat is dan gebeurd in schijven. Dat moest altijd zeer discreet gebeuren, want ik heb gepraat in Londen daarover met een goudtrader over die techniek. De internationale goudhandel, die bij manier van spreken, er zijn ongeveer 10 mensen in de wereld die dat echt ten gronde beheersen. Dat is heel specifiek, zeer gecompliceerd. Dat moet je op een hele ordentelijke, discrete manier moet daar gehandeld worden. Je kan niet zomaar goudvoorraden op de markt gaan gooien. Te meer omdat er op dat moment ook andere landen zijn, zoals Canada, die ook hele grote goudverkopen hebben gedaan. En de Duitsers tegelijkertijd, die waren daar tegen dat gebeurde. De Duitsers hadden op zeker moment ook overwogen dat te doen, naar de finaal beslist van hun goudreserve te bewaren. Maar waren er ook zeer tegen dat andere Europese landen dat goud begonnen te verkopen. Dus dat moest om dubbele reden discreet gebeuren. Niet alleen omwille van de handel, maar ook omwille van de collega's. En hij had dan een medestander, dat was Christian Stals. Dat was de gouverneur van de Zuid-Afrikaanse banken. Die na het wisselen van het regime toch aan boord was gebleven, die men aan boord had gehouden aan de Nationale Bank. En die Christian Stals had eigenlijk Belgische roots uit Limburg. En het leuke is, om discreet te kunnen praten, verplaatsen Zults en Stals praten Zuid-Afrikaans. En die twee verstonden elkaar perfect. En zo hebben die een aantal afspraken gemaakt, vooral de laatste afspraken die gebeurd zijn, tijdens een topbijeenkomst in Hongkong, waar ze dus de laatste verkoop hebben geregeld van bijna 300 ton. Aanvankelijk was het iets minder voorzien, maar Marcia de Wachter, die uitgestuurd was om de finale maatregelen te nemen, had gezegd tegen Fonds Verplaatsen: we hebben zoveel verkocht, want je krijgt toch problemen. Dus het is de laatste keer, het kan maar één keer de moeite zijn. En dat is dus ook gebeurd. En dat geld werd dus opzij gezet, per aparte rekening, om dus de schuld af te betalen. En zo is men is niet kunnen, eigenlijk beantwoordde België niet helemaal
aan de regels om toegelaten te worden tot de muntunie. Maar men heeft ervan gemaakt dat België in de goede richting ging. Dat is ook weer van het fonds die dat heeft kunnen bekomen van de Duitsers. Okay. Maar die goudverkoop speelt daar zeker een rol in, omdat dat een serieuze afbouw was van de Belgische schuld. Als meneer Van Koolaert eerder zei dat dat een ergernis is. De Nationale Bank heeft ook private aandeelhouders. Voilà. Naast die wilden hun deel natuurlijk van... Voilà. Men had het statuut van de bank ook hervormd, een paar jaren eerder. Ook omdat men dat moest doen in het zicht van wat dan de Europese Centrale Bank ging worden. Dus men moest een aantal hervormen, het statuut moest gewijzigd worden. En dan heeft men dat toch voorzien, juridisch, dat geld daar voor de overheidsaandeelhouder gereserveerd blijft. Trouwens, alle rechtbanken nadien, er zijn uitspraken geweest van rechtbanken, alle rechtbanken hebben wat dat betreft gelijk gegeven aan de Nationale Bank. Dus dat zat, dat was door de specialisten van de Nationale Bank heel goed voorbereid. Maar inderdaad, zoals Laurens ook zei, het zorgt natuurlijk nog steeds voor frustratie en woede bij een gedeelte van de private aandeelhouders. Elk jaar op de algemene vergadering zijn daar vragen over en hier gebeurt dat meestal in een vrij geagiteerde sfeer, omdat zij nog altijd zich miskend voelen. Maar natuurlijk, het verkopen van de goudvoorraad, dat kadert natuurlijk in het verlagen van de staatsschuld om bij de eurozone te komen. Maar eigenlijk, als afsluiter van dit gesprek dan, de Fonds Verplaatsing heeft ongetwijfeld een zeer belangrijke rol gespeeld bij de toetreding van België tot de eurozone. Maar misschien kunnen we ook al iets verder teruggaan. Eigenlijk was hij in zijn eerste periode bij de Nationale Bank al betrokken bij werkgroepen, internationale werkgroepen, over Europese monetaire integratie. Dus dat was ook iets waar hij al zeer lang mee bezig was en overtuigd van was. Oh, natuurlijk, hè, want hij heeft ook op de tweede, derde rij, zal ik maar zeggen, dan zelfs aan de werkgroep Werner deelgenomen. Hij heeft dan ook met Giscard d'Estaing en Schmidt, die op zeker ogenblik het muntsysteem voorbereiden. Daar heeft hij, als uitgestuurd door de Nationale Bank trouwens, heeft hij de zaken van dichtbij meegemaakt. En zag hij ook de hele toestand evolueren in die richting. Hè. En het gekke is dat zij Nout Welling bijvoorbeeld tegen mij... Hij was een van die weinige gouverneurs of voorzitters van de centrale bankier, enfin van de weinige van de centrale bankiers, die echt geloofden in de komst van de muntunie. Maar hij zei er wel bij, het is een politieke beslissing. Wij gaan die als gouverneurs niet nemen. Dit is een politieke beslissing en dat is het ook geweest. Hè? Want mocht het een beslissing zijn geweest van de centrale bankiers, dan zaten we misschien nog aan het wachten, want... Peul destijds van de Bundesbank, die zei, ja, wij gaan dat niet meer meemaken, de muntunie. Dus men geloofde daar niet echt in, op het niveau van de centrale bankiers. Hij wel, als de politiek dat zou beslissen. En dat is ook gebeurd dan met de geschiedenis bekend, de hereniging van Duitsland, waar Mitterrand en Kohl tot een akkoord komen, daarover precies. Maar toch, men voelt daar, en ik heb daar lang over gepraat met Tietmeijer, daar bestond een hele grote ongerustheid over die afspraak. Men geloofde daar toch niet echt in. Men heeft er zich finaal wel achter gezet. Maar een groot geloof was er zeker niet. Maar Fons had dat wel. En welke rol of hoe heeft hij dan inderdaad met... Want toen was de regering na 1991 of 92 die regering De Hane aan de macht gekomen. Hoe verliep dat en welke rol of hoe ging de wisselwerking tussen Fons Verplaatsen en Jean-Luc Dehaene, die dan inmiddels premier was geworden? Wel, hij wordt premier ook omdat, voor een stuk, omdat Fons Verplaatsen hem mee pusht en aanvuurt om premier te worden. Want mij herinnert u dat we hebben toen de Zwarte Zondag gehad in november 91. Dehaene stond op het punt zich compleet terug te trekken en had aan het ACW gevraagd om een functie voor hem uit te tekenen, om te doen dat hij uit de politiek kon stappen. En het is Verplaatsen, maar ook Herman Van Rompuy, die finaal ingepraat hebben op Dehaene om hem terug te brengen. Natuurlijk, niet onbelangrijk is dat als ontslagnemend premier heeft Wilfried Martens het land geëngageerd in het verdrag van Maastricht. Waar, laat ik maar zeggen, het tijdspad van de muntunie is vastgelegd. Dus die premier die aantreedt, ja, zijn de Jean-Luc Dehaene, die moet dat uitvoeren. Of die moet tenminste die ambitie ook, laten we zeggen, in de praktijk brengen. En het is hij die tegen Fons Verplaatsen zegt, zorg dat we erbij zijn. En het is inderdaad dat
vanaf dat moment, ik heb het ook gezegd, die Nationale Bank wordt een superministerie bijna, dat helemaal in functie daarvan wordt gebruikt. Fons Verplaatsen is geen grote hervormer geweest van de Nationale Bank. Dat is later gebeurd. Daar heeft Luc Koenen, een van zijn opvolgers, een veel grotere rol in gespeeld. Maar hij zelf heeft die Nationale Bank gebruikt als een soort, ik zal het maar zeggen, superministerie, om dus vorm te geven aan die ambitie. En die band met de Hanen was zeer intens, want die hadden minstens om de zoveel weken gesprekken in het hotel van de gouverneur, om de zaken voor te bereiden. En bijvoorbeeld heel het globaal plan en zo is daar, dat eerst het globaal pact moest worden, is daar eigenlijk in die gesprekken voorbereid. Natuurlijk, hij heeft ervoor gezorgd dat hij een aantal vertrouwensambtenaren, want dat is interessant toch, iets wat wij journalisten dan een beetje onderschatten, dat zijn toch wel de rol die een aantal topambtenaren kunnen spelen in het vormgeven aan die van een paar van die oplossingen. Neem nu bijvoorbeeld zoiets als, op zeker ogenblik, men moet aan die index raken, men moet aan dat mechanisme raken. Nu, dat is voor de coalitiepartners van de PS en de socialisten is dat ondenkbaar, dat men daaraan iets afbreuk aan doet. En wat zegt op zeker ogenblik chef Fons Verplaatsen tegen Michel Jadot, dat is de topambtenaar van de PS, de grootste vertrouwensman van de PS, zegt, kijk, die oplossing kan alleen van u komen, maar we moeten wel een oplossing hebben. En het is Jadot die uitpakt met wat dan later de gezondheidsindex is geworden, waardoor opnieuw dat hele mechanisme van de index vertraagd werd. Dus dat is een heel belangrijke ingreep geweest, maar dat komt allemaal tot stand in die besloten vergaderingen die hij heeft met die topambtenaren van de verschillende partijen. Maar allemaal mensen die, topambtenaren, die op zekere moment bereid zijn van, zal ik maar zeggen, over hun eigen schaduw te stappen. En vooral over de schaduw van hun partij. En zichzelf en zich durven engageren. Tot sommige zaken. En zo kan dat globaal pact dan tot stand komen. Dat verworpen wordt trouwens, zowel door de Christelijke Vakbond als door de socialisten. Maar toch gaat de Hanen door. En eigenlijk wat wij vandaag zien, is een nawerking nog altijd. Want we zitten weer met miserie op het niveau van het sociale overleg. En de Hanen, op het einde van dat jaar dat het tot een akkoord komt, waarschuwt daarvoor. En waarschuwt de sociale partners dat de wereld wel aan het veranderen is. En dat men toch misschien moet gaan nadenken over nieuwe vormen van sociaal overleg. Want die fameuze concurrentiewet waar we het vandaag over hebben, waar vandaag de vakbonden over vallen, wel, die komt ook van hem. Die is ook door hem uitgewerkt samen met die ambtenaren, die concurrentie, want dat was ook een van zijn grote bezorgdheden, namelijk dat was onze concurrentiekracht tegenover de omliggende landen. En dat hele mechanisme heeft hij samen met die vergadering uitgedokterd. En dat is dus ook nog een erfenis van de periode Verplaatsen. Ik denk dat we een heel mooie afsluiter hebben van het formele gedeelte van het gesprek met deze, laten we zeggen, verwijzingen naar een zeer actueel thema. We hebben enkele vragen uit het publiek. Ik weet niet of de vraag volledig te lezen is, maar Dries Bergen vraagt eigenlijk van wat is de mensvisie van de heer Verplaatsen? Wel, hij was dus echt een technicus, een man van de praktijk. Zeer berekend, menselijk. Ik laat het door een van de mensen zeggen over hem. Hij was niet de gemakkelijkste figuur om mee om te gaan. En een van zijn medestanders nogthans zegt tegen hem, hoe is het mogelijk dat je zo groot kan zijn in grote zaken en klein in kleine zaken? Bijvoorbeeld in de ruil met Luc Koenen na achteraf. Maar dus op menselijk vlak was hij een zeer, zeer gecompliceerde figuur. En dus is het ook zeer moeilijk om dat een beetje tot uiting te brengen in zo'n boek, waar ik mij vooral heb, laten we zeggen, beperkt tot wat heeft die man nu betekend? Zonder veel, een echte biografie in de klassieke zin van het woord is het boek ook niet. Het is een aaneenschakeling van episodes,
waarin hij een grote rol speelt. En waarin zijdelings dan zijn privéleven, zij het heel, heel oppervlakkig aan bod komt. Maar ik denk inderdaad, maar dat zal ook wat in de vraag, en dat heb je ook gezegd, was een technicus, maar ik denk dat we zeker mogen zeggen dat Fons Verplaatsen geen ideoloog was, of dat hij daar eigenlijk niet van hield, en vandaar ook waarschijnlijk de moeilijke relatie met de jonge Verhofstadt. En als we dan de vraag zien, denk ik dat hij was waarschijnlijk een gelover in de welvaartsstaat, in het Rijnlandmodel, maar hij ging daar op een zeer pragmatische manier mee om. En zoals al gezegd, hij gebruikte de markt als het hem uitkwam. Ja, maar dat is toch interessant om te zeggen, om nog eens op die relatie met Verhofstadt terug te komen, en dat zal u mensen wel interesseren. Hij heeft een natuurlijke aanleg om, als hij partners zoekt, om die te gaan zoeken bij de socialisten. Vanuit zijn engagement in die christelijke arbeidersbeweging. Wim Duisenberg bijvoorbeeld, een van zijn goede vrienden en mensen waarop hij steunde, internationaal dan, ja, was ook een socialist. Hij kwam ook goed overeen met de toenmalige gouverneur van de Engelse bank, de Bank of England, dat ook een Labourman was. Dus je voelt dat hij heeft, dat is een bijna natuurlijke aanleg die hij heeft. Met Verhofstadt is natuurlijk, ja, daar heb je de figuur Verhofstadt, die op zeker ogenblik, ja, dan is ook nog eens zijn burgermanifesten produceert. En vooral het eerste burgermanifest, dat zeer anti-CD&V is, dat een afrekening is, namelijk met CD&V, waarin hij zegt dat het eigenlijk die partij bijna volledig uit corruptie is opgetrokken. Ja, dat heeft natuurlijk, ja, banden beschadigd. En van dan af is er geen goed woord meer te zeggen over Verhofstadt. Zeker niet in hoofden van iemand als Verplaatsen. Ook niet vergeten, het gaat hier over verschillende generaties. Hè? Dus Verhofstadt is veel jonger dan een Verplaatsen. Dan had ik nog een vraag. Dat was meer van, zou een figuur als Verplaatsen in de huidige politiek of in de huidige politieke omgeving nog tot zijn recht komen of die invloed hebben die hij had in de jaren 80? En zo ja, wat zou hij nu in de huidige COVID-crisis, die natuurlijk ook een grote impact heeft op de economie, voorstellen? Wel, ik denk dat ten eerste, ik heb het trouwens ook in het boek gezegd, dat is een figuur zoals hij, is vandaag de dag niet meer mogelijk. Je zou ook die armslag niet meer krijgen. En trouwens, zijn opvolgers hadden dat ook niet. Die konden wel, hoe zou ik zeggen, adviseren en toptreden, wat Luc Koenen gedaan heeft in de bankencrisis bijvoorbeeld, en zeer gedegen gedaan heeft. Maar politiek bedrijven, zoals de Verplaatsen het heeft gedaan, zou vandaag de dag van een gouverneur van de Nationale Bank niet meer geaccepteerd worden. Bovendien denk ik dat hij in zijn manier van communiceren met de nieuwe media vandaag en zo toch wel serieus in de problemen zou zijn geraakt. Dat hij op Twitter ongeveer vermoord zou zijn geweest. Ja. Dus dat, ik denk niet dat die figuur dat nog zou kunnen vandaag, dat zo'n figuur vandaag de dag zou zich kunnen ontwikkelen zelfs. Wat er wel is, en dat is iets wat hij altijd heeft voorgehouden, ook aan om dan terug te komen op de COVID-crisis en de schuld die oploopt. Wat hij altijd zei tegen Wilfried Martens was ook altijd geobsedeerd door die schuld die onder IJskens vooral dan ongelooflijke vormen had aangenomen. We zaten aan de 130%. En hij zei, dat kun je alleen maar oplossen door te zorgen dat je concurrentiekracht op peil blijft. Namelijk door inkomsten te krijgen. Dat is een probleem dat zich gaandeweg oplost. Dus staar u daar niet dood op. Maar zorg dat je, en dat zou wij zeker en vast hebben aangeraden aan de huidige regeringen, zorg dat je een aantal hervormingen doorvoert in de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Dat we grotere flexibiliteit kunnen aan de dag leggen. Dat zou je zeker gedaan hebben. En vooral gezegd hebben, staar u niet dood op die schuld. Dat lossen we wel op als je die nodige hervormingen doorvoert. Mensen aan het werk krijgen, hè? Bijvoorbeeld, is een van de grote problemen. Bijvoorbeeld, hij was ook iemand die vond dat men aan die arbeidsvoorwaarden, aan de loonbijdrage moest werken, zeker bij de laagste categorieën, om bijvoorbeeld de mensen van allochtone origine aan de slag te krijgen. Zeker als die laag geschoold waren.
Maar dat waren de dingen waarmee hij begaan was. Dus hij staarde zich niet blind op die schuld. Maar wel op het feit dat men zich moest aanpassen aan de nieuwe wetmatigheden. Daar was hij mee begaan. Nee, zeer interessant. Allee, eigenlijk een ultieme pragmaticus. Op Facebook en YouTube hebben we niet verder vragen. Veel complimenten over de avond. Maar een van onze bestuursleden vraagt ook, waarom juist een boek over verplaatsen? Hoe is dat idee ontstaan? Wel, dat idee is zo gedaan. Ik heb, zoals ik zei, ik ken de verplaatsen als verslaggever en zo, elkaar wel eens ontmoet. Maar op zeker ogenblik, toen ik bij KNAK was, op zeker ogenblik, toen ik co-redacteur was, heeft Koen Meulenaar een rubriek in het blad. En dat heet De Kroonraad. En daar heeft hij wekelijks met iemand anders, Karel van Miert was daarbij, professor Vermeers was daarbij, anderen, Monica van Pamel, de schrijfster, was daarbij, die elke week commentaar geven op de actualiteit. En Fons Verplaatsen was daarbij. En wij hadden de gewoonte van na het politieke seizoen een avondje te gaan tafelen met de heren en dames. En zo ontwikkelen zich daar gesprekken. Want hij was zeker niet uit op een biografie. Hij was trouwens zeer kwaad hij was gepikeerd. Omdat destijds Johan van Overtveld en Erik Verreten een boekje over hem hadden gemaakt. Een soort biografietje, journalistiek werk van toen. En hij was daar niet gelukkig mee. Voor hem... Als hij al zijn memoires geschreven hebben, dan was dat een boek vol infografieken en staafdiagrammen. Want dat was zijn leven. Want ik herinner me nog dat ik toen ik... Hij had mij dat niet verteld, de manier waarop hij beroep deed op de banken om de speculatie tegen te gaan. En toen ik hem dat vertelde, zegt hij, dat is toch wel interessant. Waarom heb je dat niet verteld? En dan zei Rick, mensen moeten dat niet weten. Dat was zijn idee van een biografie. Hè. Maar goed, maar het is eigenlijk de 80ste verjaardag van Guy Spitaals. Er waren al gesprekken met hem en over de mogelijkheden om een aantal dingen te doen. Maar ik was uitgenodigd om te spreken op de 80ste verjaardag van Guy Spitaals. Ik weet niet of dat in deze kringen een aanbeveling is dat ik dat ooit heb moeten doen. Maar goed, ik heb daar dus het woord gevoerd. En daar waren nog drie andere Vlamingen in Ad aanwezig. Dat was een soort seminarie, zal ik maar zeggen. En dat was Wilfried Martens, Miet Smet en Fons Verplaatsen. Tot mijn grote verbazing. Fons Verplaatsen was trouwens de eregenodigde van Verplaatsen daar aan tafel. En nadien zitten we nog even te babbelen op die prachtige grote markt van Ad. Het was een zonnige septemberdag. En ja, u weet dat gaat. Er komen wat gesprekken los. En dan hoor je bijvoorbeeld namen vallen. En je hoort figuren naar voren komen die je nooit eerder in dat soort verhalen hebt gelezen of gehoord. En dan begin je daarop voor te gaan. En dan zeg je, ja, kijk, dit is toch wel bijzonder boeiend wat er hier gebeurd is. Dus die figuur begint een andere dimensie te krijgen. En zo is dan de idee ontstaan om dit te maken. Maar het grote probleem was... Die man heeft dus niets, maar dan ook niks bijgehouden. Geen spatje papier. Zelfs zijn agenda's, wat andere mensen toch wel doen, dat agenda's bijhouden. Ze doen dat ze zich kunnen herinneren waar ze op 3 juni 93 waren. Wel, zelfs dat is niet bewaard gebleven van hem. En zoals ik zei, gelukkig was er Jan Smits om mij het document te geven over die devaluatie, want anders was dat ook verloren gegaan. Dus die had niks, alles moest weder samengesteld worden. En gelukkig, en daar voelde je dan toch wel dat die man wat had betekend. Want ik herinner mij nog, ik zeg ja, we zouden eigenlijk toch wel eens met een Tietmeijer moeten kunnen praten. Nu mag je altijd proberen van als Belgische journalist contact te leggen met de voorzitter van de Bundesbank en een interview te vragen. Die zal vlug afgescheept worden. Wat blijkt, 24 uur later krijg ik een telefoon van de secretaresse van Tietmeijer om te zeggen, afspraak daar op dat moment bij Tietmeijer thuis. Dus dat betekent toch dat daar een heel grote, zou ik zeggen, vertrouwelijkheid tussen die mannen is opgetreden. Dat is namelijk dat als die verplaatser dat vraagt, zegt, jongen, wil jij eens niet die Belgische journalist hier ontvangen? Dat hij dat ook doet. En hetzelfde was bij Nout Welling. En bij Christian Noyer van de Banque de France. Die mensen meteen, als die naam viel,
Dan gingen die deuren open. Dus en dat heeft mij dan toch wel wat een en ander vergemakkelijkt om zaken te verifiëren, om zaken te staven. En zo is die idee gegroeid. Dank u. En het resultaat, denk ik, mag er zeker zijn. Dit is een boek dat uitgegeven bij het David Fonds. Is te verkrijgen in de betere boekhandel. Ook online, als ik me niet vergis, via Doorbraak. Dan zou ik nu alleen nog maar u willen bedanken, meneer Van Kouwela, voor een zeer boeiend gesprek. Ik denk dat we ook mogen zeggen dat we via Facebook, ook via andere kanalen, heel positieve reacties krijgen. Ik zou ook nog graag even reclame maken voor ons magazine Volksbelang. De abonnees hebben dat in principe vandaag ontvangen. Is vanaf morgen ook online te lezen. Met onder andere een recensie van uw boek door Mark Bienstman, een van de bronnen. U was gewezen medewerker van Willy de Klerk. En ook een tekst van twee bestuursleden van het LDP over politiek en social media naar aanleiding van Siham Gates. Ik hoop dat we het daarover gehad, ons verplaatsen zou niet passen in het huidige tijdperk met social media. Nee. Maar twee bestuursleden hebben daar ook een tekst over geschreven, zeer kritisch daarover en over de gevolgen die dat kan hebben, politiek reduceren tot social media. Goed, dan bedank ik nogmaals meneer Van Kouwelaert voor een zeer boeiend interview. Laurens voor het mee modereren en ook alle kijkers en luisteraars thuis. En het debat is te herbekijken via Facebook en YouTube. Hetzelfde. Dank u wel. Bedankt allemaal. Dank u.